De Paranam Industry Center, PIC, heeft afgelopen vrijdag haar plannen gepresenteerd aan president Chandrika Prasad Santokhi. PIC heeft onder andere plannen voor de ontwikkeling van de aluinaarde raffinaderij. Het bedrijf wil een industriepark opzetten waar nu de oude aluinaarde raffinaderij staat. Indra Ori, co-leader location manager Suralco, zegt dat is nagegaan welke soorten industrieën er allemaal ontwikkeld kunnen worden en welke bedrijven interesse hebben. Er zijn indelingen van de grond van de aluinraffinaderij gemaakt, waarbij onder meer aan landbouw en procesverwerking gedaan zou kunnen worden, met de bestaande haven als uitgangsbasis. Ori wijst erop dat zowel lokale als internationale bedrijven geïnteresseerd zijn om daar hun business op te zetten. Volgens hem is er in 2018 een conceptplan gepresenteerd aan de toenmalige regering, maar er is niets mee gedaan. President Santokhi heeft aangegeven dat de plannen van de PIC goed kunnen zijn voor het land voor wat betreft productie en werkgelegenheid.